wij staan hier naast de stand van de Raminia Maxi Theater. En jij bent een van degenen die hier onder andere musicals lesgeeft waarschijnlijk. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, ik ben zelf ook leiding. Ik geef momenteel les aan de groep van 15 tot en met 21 jaar. Van het Mini Maxi Theater. En momenteel zijn we aan het flyeren voor de Addams Family. En die voeren we uit op 5 en 6 oktober in de Bernarduskerk. En het is echt een superleuke musical. Ja, precies. En jullie zijn al volop aan het repeteren daarvoor. En dat is een uitvoering waar ouders, familieleden, hoe brengen jullie het verder onder de aandacht? Eigenlijk is de Addams Family echt een musical voor iedereen. De kinderen kennen vaak Wednesday, van de serie Wednesday ook, die op Netflix staat. En het is eigenlijk gewoon een liefdesverhaal. Wednesday die wordt opnieuw verliefd. En daar gaat het verhaal over. Dus het is geschikt voor jong en voor oud. Momenteel zijn we druk aan het repeteren. We hebben bijna zo meteen een zomerstop. En dan gaan we na de zomervakantie weer verder. Okay, nou, heel leuk. En zoeken jullie nog leden of zijn jullie allemaal bomvol en is het heel populair? Nou, we hebben echt wel wachtlijsten voor bijna alle groepen, maar voor één groep zijn we echt nog wel op zoek naar leden. Dat is voor de groep van 15 tot 21 jaar. Op de bruisende buitenmarkt in Made. Deze wordt dit jaar al voor de 13e keer gehouden. Hij gaat te langzaam. De markt mag zeker bruisend genoemd worden. Goedendag, we staan hier naast een mevrouw. Wat is uw naam? Ik, kapitein. Oké, en u bent van de Zonnebloem. U staat met deze kraam hier op Bruisend Maden. Kunt u wat vertellen wat de Zonnebloem precies is? Een organisatie van mensen die met een handicap. En die kunnen zich als gast inschrijven voor de Zonnebloem. En dat is gratis. En we hebben de activiteiten één keer in de maand in de wijngaard. En nou ja, dat is een keer bingo, dat is een keer een mannenkoor, dat is van alles en nog wat. En dan in september dan gaan we met de zilvermeeuw varen. Dus dat is nu al helemaal bekend. En de mensen krijgen een maand van tevoren altijd een uitnodiging. Die brengen we persoonlijk bij de mensen thuis om toch een beetje contact te houden. En in december gaan we bij het trefpunt, hebben we een maaltijd, een broodmaaltijd of een warme maaltijd. En dan komt er muziek en dan is het een soort kerstviering. Wat geweldig. En de boottocht, dat is hier in de Biesbos? Ja, dat is in Drimmelen.
En dan, ja, als de boot vol is, dan is het alleen maar een goed teken. Nou, goede kost is allemaal, we hebben allemaal biologische producten, allemaal hier uit de streek. We hebben kruiden, we hebben thee, we hebben bier, wijn, groenten, maar ook biologisch vlees van de biologische slager uit Breda. We hebben zuivel, we hebben heerlijk biologisch brood. En vooral biologisch brood is verder in Maden niet te krijgen. Dus dat is heel... Staan jullie hier op de stand, maar ik kan me voorstellen dat de mensen hier misschien wat producten kunnen kopen. Maar het brood moeten we ergens anders vandaan halen. Waar kunnen we dat halen? Ja, nou, je kan Goeie Kost bestellen via de website van Goeie Kost. En dan kan je tot dinsdagavond 11:30 bestellen. En dan de bestelling kun je ophalen op vrijdagmiddag. En dat kan op 4 verschillende afhaalpunten, waaronder Breda Noord, in Ter Heide, Lage Zwaluwe en hier in Maden bij de Linihof. Eigenlijk is van Goeie Kost is dat het een stichting is en dat wij kostendekkend werken. En dat het allemaal gerund wordt door vrijwilligers. Dus we hebben een paar mensen die de bus rijden, die de product ophalen bij de boeren. Dus de boeren krijgen ook allemaal echt een eerlijke prijs. Belangrijk om dat even vermeld te hebben. En dat is heel goed. En allemaal vrijwilligers. Ik denk, zijn er veel mensen die zich daarvoor aanmelden? Want ik denk ook wel dat het op dit moment, dat biologisch natuurlijk best wel leeft onder de mensen. Het leeft steeds meer. Maar daarom staan we hier ook op Bruisend Maden. Om toch iets meer bekendheid eraan te geven. Dat mensen hopelijk bewust toch nadenken. Ja, wat eten we? Waar komt het vandaan? En we hebben zoveel lekkers hier in de omgeving. Dus... Wat zonder bestrijdingsmiddelen wordt geproduceerd en gemaakt. Gezond en het is een mooi initiatief. Dank je wel. Vriendinnen bij Bruisend Maden. Yo! En het is heel erg leuk hier. Ik heb alleen een beetje veel geld uitgegeven, maar dat maakt niet uit. Aan bellen. Die ketting hier zo. Maar wat vind je er nou leuk aan om hier bij Bruisend Maden te zijn? Dan? Is, wat vind je er nou leuk aan? De mensen zijn gewoon gezellig en het is leuk om langs alle kraampjes te lopen. En ik kan dingen kopen. Ja, zoals snoep. En geld uitgeven. En stroopwafels. Ja. En stroopwafels.
die stroopwafels, is dat een beetje, te doen? Ja, het is wel goed te nassen. Hallo, ik sta hier naast twee dames van de zorg. En ja, ik wil jullie vragen, jullie staan hier met een stand. En wat is de reden daarvoor? Wij zoeken vrijwilligers en leerlingen voor in de zorg. Dus mensen, als jullie tijd hebben en zin hebben om een bakje koffie te komen doen en leuke dingen te doen met onze bewoners, zijn jullie van harte welkom. Helemaal leuk. Ja. En voor welke instelling zoeken jullie vrijwilligers? Voor Seniorenpartner De Wijngaard hier in Maden. En dat is hier vlakbij, hè? Ja, ja, ik weet het. Ja. En jullie zoeken vrijwilligers. En wat zijn de functies eigenlijk? Wat kan een vrijwilliger voor jullie betekenen? Nou, een vrijwilliger mag eigenlijk zelf aangeven wat hij wil. En dan gaan wij kijken of dat we ze kwijt. Of tenminste, dat we ze een leuke functie aan kunnen bieden. Ja, ja. En kan je wat voorbeelden geven wat voor functies er ongeveer zijn en wat de taken dan zijn van een vrijwilliger? Het gaat van koffie drinken tot wandelen, tot fietsen. Helpen op de dagbesteding, op de afdeling met koffie drinken, met het ontbijt tot in de tuin werken. Ja, alles. Heel divers. Dus eigenlijk een oproep voor iedereen die, die gewoon leuk onder de mensen wil zijn en iets voor de ander wil doen. En ik weet ook uit ervaring dat het heel erg gewaardeerd wordt door de bewoners. Jazeker, ja. 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 Door de vrijwilligers zijn extra dingen mogelijk, hè? Ja, precies. Ja. En dat is voor die mensen ook leuk als ze eens een keer van de afdeling af kunnen. Om eens lekker met de duofiets mee te gaan. Een rondje in Maden of eromheen. En dan komen ze terug en zijn ze helemaal opgefleurd. Ja, dat is het mooiste wat er is. Als de mensen blij en gelukkig zijn. Ja, dat maakt echt een verschil. De vrijwilligers in de zorg. Personeel heeft het te druk, maar vrijwilligers die maken het extra. Jazeker. Ja, we kunnen echt niet zonder vrijwilligers. Nee. Nou, dankjewel voor jullie bijdrage en ik hoop dat jullie heel veel nieuwe vrijwilligers kunnen ontvangen. Dankjewel. En schudden! En jubelen! Hey, 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 hey! Nog een keer! Hey, 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 hey! Step touch! Echo, echo, jubel! Tu vida bebe, y ahora por la calle, con pila de ese, dije. Gerben. Hoi. Ben jij gezellig met je vriend naar de markt, naar de Bruisend Maden? Jazeker. En wat zijn jullie aan het doen? Ik zag jullie lekker eten. Wat zat er in dat zakje? Churros. Oh, wat is dat? Zijn Contespanje is gewoon een soort van deeg in de frituur. Er wordt er meestal suiker overheen gedaan. Oh, dat is een beetje zoet. Lekker. En jij had hetzelfde? Ja. En waar gaan jullie nu naar de springkussens, naar de trampoline? Gaan we daar naartoe. Goedemiddag, ik zit hier naast de vrijwilligers, EHBO'ers van deze Bruisende Maden braderie. En hebben jullie je druk? Gelukkig niet, nee. Nee, ook niet. Nee, we gaan echt altijd met de insteek van we hopen dat we niks te doen hebben. Want het is voor de mensen die wat mankeren ook heel vervelend. Precies, ja. Nou, dat is een mooie insteek. En voor jullie lekker een zonnetje. En vind ik ook. Geniet van deze dag. En goed dat jullie er zijn, trouwens. Oké, dankjewel. Ja.